Ik wacht nog even op Ramzi. Ramzi is coach en trainer. Hij richt zich op mensen met een migratieachtergrond. Maar hij zal ons wat praktische informatie geven over hoe je als sleutelpersoon opgeleid kunt worden tot stoppen met roken coach. De set is al klaar. We zitten er helemaal klaar voor. Ramzi is onderweg. En ik ga me nog even voorbereiden. Ramzi, jij bent coach, maar tevens ook projectleider voor mensen met een migratieachtergrond. Wat is, denk je, belangrijk om sleutelpersonen mee te geven in opleiding of kennis om een coach te worden, stoppen met roken coach? Vanuit mijn rol als projectleider heb ik best veel sleutelfiguren opgeleid als voorlichter. Stop met roken en gezondheidswinst. En bepaalde gezondheidsvaardigheden om dat boodschap over te dragen aan de wijkbewoners. En wat mijn ervaring is, zijn ook best goede coachkandidaten in die sleutelfiguren. En die heb ik gewoon geselecteerd. En ik heb vijftal coaches benaderd en ze waren ook bereid om tot coach te worden of begeleid te worden. Die hebben een training gevolgd. En dat moet natuurlijk niet door hen zelf betaald worden, omdat het best prijzig is. Dus ik had ook wel financiering geregeld, zodat die training voor die vijftal coaches kosteloos was aangeboden. Na die training zijn wij gewoon vijf extra coaches rijker geworden. En dat heeft enorm bijdrage geleverd. Om meer mensen te begeleiden bij het stop met roken, omdat dat is echt broodnodig voor die mensen. Hoe hebben deze coaches uiteindelijk ook de mensen in de wijk, mensen met een migratieachtergrond, weten te bereiken om de stap te nemen naar stoppen met roken? Die coaches hebben een goed netwerk in hun eigen gebied, wijk. En daardoor waren ze geslaagd om voorlichting te geven. En de welzijnsorganisatie of de wijkorganisaties, zelforganisaties, moskeeën, kerken en bepaalde sportverenigingen, die waren gewoon bereid om zo'n voorlichting te organiseren. En die coaches hebben eerst een voorlichting gegeven en uit de voorlichting hebben best veel mensen opgegeven voor een cursus stop met roken. En zo wordt het mensen gewoon goed bereikt en ook gemotiveerd om die cursus te volgen, dan is het makkelijk die stap te zetten ook voor die wijkbewoners. Toen hebben ze persoonlijke coaching en een groepstherapie cursussen gegeven. En in bepaalde situaties hebben we ook mensen die telefonische coaching wilden gewoon volgen. Nou, die drie mogelijkheden hebben we gewoon aangeboden en hebben we gewoon best veel mensen begeleid om te stoppen met roken. Lokale overheden of bijvoorbeeld de GGD zou ook wat verder moeten kijken naar dan alleen bijvoorbeeld de sollicitatiebrief die naar binnen komt, maar ook echt daadwerkelijk in gesprek gaan met de sleutelpersonen. Ik zie namelijk vanuit ervaring dat sleutelpersonen ook wel die push nodig hebben om echt in hun kracht te staan en te vertellen wat ze kunnen betekenen voor de wijk. En vaak zetten ze dan in een sollicitatie bijvoorbeeld, in hun cv, puntgewijs wat hun ervaringen zijn. Maar ik merk wel dat wanneer ik dat een sollicitatiebrief lees, in vergelijking met tegenoverzitten van een sleutelpersoon, dat er zoveel meer kracht uitkomt. En dan kunnen ze in mondeling veel meer uitbloeien en vertellen waarom ze bepaalde wat voor toegevoegde waarden ze kunnen hebben voor de wijk en voor de professionals in samenwerking als brugfunctie met de professionals. Dus ik zou ook vooral voor de wijkregisseurs en de professionals die gaan samenwerken met sleutelpersonen vooral willen adviseren om echt veel verder te kijken dan alleen naar die harde eisen die nodig zijn. Heb jij daar ervaring mee? Het heel erg belangrijk is coaching van de wijkbewoners met dezelfde culturele achtergrond. Die coaches hebben gewoon bepaalde vaardigheden, meer dan taal,
ik wil je onwijs veel bedanken voor je input en de informatie die je hebt gegeven, die is ontzettend waardevol. Dank daarvoor. Nou, je zult je na al deze informatie vast afvragen, ja, waar zijn die sleutelpersonen en hoe kan ik ze vinden en bereiken? We hebben op de website van VAROS een landkaart. Dat zijn alle opgeleide sleutelpersonen die allemaal aan de landkaart zijn toegevoegd met hun contactgegevens. En in elk wijk of elk gemeente zie je deze sleutelpersonen terugkomen. Daarnaast vind je ook sleutelpersonen binnen welzijnsorganisaties, vrijwilligersorganisaties, in kerken en moskeeën. Het is echt vanuit de wijk zelf of de wijkregisseurs zelf om die zoektocht aan te gaan. Want ze zijn er en ze staan eigenlijk heel erg te popelen om samen te werken met wijkregisseurs rondom dit onderwerp. Dus ik wens jullie allemaal heel veel succes met het vinden van de sleutelpersonen. En ik weet zeker dat als je ze eenmaal vindt, dat er een hele mooie samenwerking en hele mooie resultaten uit zullen komen.